De oorsprong van de boswaarden is een samenloop van verschillende ervaringen in, tijdens mijn studententijd en in de eerste periode dat ik bij Bos werkzaam was. In mijn studententijd had ik heel positieve inspiratie gekregen van een aantal moderne christelijke denkers. Ik denk dan vooral aan Teilhard de Chardin. En in een tijd ook de zeer progressieve Leuvense studentenparochie. En toen ik in bedrijf kwam, mijn vader was jong gestorven en zijn rechterhand, hij had een rechterhand waar hij meest mee samenwerkte en waar ik dus ook meest moest samenwerken. En die, na een tijd, op een bepaald moment, liet hij zich ontvallen dat ik eigenlijk, als hij mij zo'n tijdje bezig gezien had, dat hij eigenlijk vond dat ik veel te eerlijk was om zaken te doen, want om zaken te doen mag je eigenlijk niet al te eerlijk zijn. Dat is niet geschikt om zaken te doen. En dat is altijd bij mij blijven hangen. De reactie van, moesten we nu eens bewijzen dat door eerlijk te zijn met klanten, dat dat zakelijk wel goed is en misschien op de lange termijn wel beter. En dat is dus een motivering die mij altijd vastgehouden heeft om 40 jaar zonder burn-out dit bedrijf te leiden. Het fundament van het zaken doen bij Bos zijn de drie waarden die door heel de familie gedeeld worden. Dat is, de eerste waarde is de klant. Inspelen op de klant, op zijn aspiraties en behoeften en bekommernissen. De tweede is de medewerker. Hetzelfde, maken dat de medewerker als mens aan zijn trekken komt en niet als pion die we nodig hebben om zaken te doen. En de derde waarde is het milieu, want wij willen ook zorg dragen voor het milieu, omdat het milieu in gevaar loopt en wij daar ook als bedrijf een bijdrage kunnen toe leveren door zorgzamer om te gaan met het milieu. De vierde waarde is winst en de winst is een middel om die zaken te kunnen blijven doen. En de winst is ook een gevolg van die eerste, want klanten die je goed verzorgt en medewerkers waar je ook goed voor zorgt, die zorgen dan voor winst. Dat hebben we achteraf geleerd dat dat zo was. We hebben het niet met die bedoeling gedaan.